Yo, het is Tito weer en we zijn weer met een nieuwe aflevering van Minecraft. Dit is aflevering 7 van hoe maak je een dorp. Nou, ik heb hier een mooi huis gemaakt in de gat wat we hebben gecreëerd met de paden. Ja, ik zou zeggen, vind je dit een hele mooie huis? Geef dan de blauwe duimpjes omhoog. En abonneer uiteraard op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan. Wat heb ik hier even gedaan? Ik heb hier alleen even fakkels extra aan toegevoegd. Dat laat ik niet zien in het tutorial. Maar ik denk dat je wel snapt hoe dit moet. Gewoon ertussenin plaatsen. En daaronder in de hoekjes. En daarboven zo schuin in de hoekjes heb ik dat geplaatst. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker kijken, geniet van de video en probeer dit huis ook na te bouwen. And here we go. Zo, en we hebben in de vorige aflevering hebben we deze mooie paden gemaakt en deze mooie water. En dan hebben we hier een vierkant gecreëerd of een lege ruimte. En daar gaan we vandaag onze huis bouwen. Oké, we beginnen bij de poort, zeg maar, in de voorste hoek. En dan slaan wij twee over. Dus dan hebben we aan alle tweede kanten hebben twee lege ruimte. Dan gaan we vijf omhoog. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. En dan maken we 2, 1, 2, 1. Dan krijg je zo'n mooie paal. Nou, wat we nu gaan doen is we slaan twee over. 1, dan nog een keer 2. En op de vijfde zetten we één blok neer. En die maken we ook weer 5 hoog. Zo, en dan doen we in principe hetzelfde. Alleen deze gaat recht en niet in een hoek. Zo, en dan hebben we hier eentje. Ook weer 5 hoog. En deze gaat wel in een hoek. En dan krijgen we dit. Oké, dan gaan we naar de voorkant. En doen we dit eigenlijk nog een keer hetzelfde. Dus 1, 2, 1, 1, 2 en 1. Zo. Dan krijgen we weer zo'n mooie paal aan deze kant. Zo en zo. En doen we nog een keer. 3, 4, 5 en 6. Op de zesde plek. Sorry, ik zei net op de vijfde plek geloof ik. En dit kunnen we nog één keer doen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yep. Dat is mooi. Zo, die en die. En dan die. Dan krijgen we dit. En dan doen we dit eigenlijk precies hetzelfde, maar dan naar de andere kant toe. Zo, 3, 4, 5, 6. Eentje hoger, 5. Heel goed zo. Zo, en dan nog een keer. En dan in deze hoek. Dan maken we hier een mooie hoek van. Deze gaat daar. Deze gaat daar en daar. En die gaat daar. En dan doen we dit nog een keer. Dit is 4, 5, 6. Zo. En zo. En dan hier nog een keer. En als het goed is moet je dan precies uitkomen. Zo niet, dan heb je ergens een fout gemaakt. En zo en zo. Dan hebben we hier de basis van onze mooie huis. Oké, dan gaan we met blokstenen. Maken we blijven aan de binnenkant. En dan maken we een muurtje. Dat doen we zo. Aan de binnenkant blijven. Een mooi muurtje. En hier uiteraard weer hetzelfde. Dan gaan we weer helemaal terug. En dan krijgen we dit. En dan maken we onze deur. Die gaan we aan deze kant maken. En aan deze kant. Dus hebben we een voor- en achterdeur. Oké, als we dat hebben gedaan. Dan gaan we in de hoeken. Gaan we helemaal omhoog. En dan ook bij deze palen. Dus overal waar een paal staat, zeg maar, dan gaan we gewoon mooi omhoog. Oh. Zo.
Zo, als we dat hebben gedaan, dan pakken we onze sparrenhouten planken. En doen we eigenlijk precies hetzelfde. En dan op één hoog na, zeg maar. Zo. Dan krijgen we dit. En dan hier bij de deur. Dan maken we gewoon blokstenen. Zo. En dan met het sparrenhout weer daarnaast. En dan de laatste. Ja. Met de bloksteen. Oké, als we dat hebben gedaan, dan trekken we de bloksteen mooi door. Dan krijgen we een mooi muurtje zo. Zo. Oh. Hey. Zo, dan hebben we zo een mooi muurtje. En dan gaan we met sparrenhouten trappetjes. Dan gaan we bij de ramen. Dan doen we op zijn kop. Dus aan de bovenkant. 1, 2, op zijn kop. Die ook op zijn kop. Dan op zijn kop. Hier zo doen wij één bloksteen. En dan één bloksteen en trap op zijn kop. Dan komt daar de deur dadelijk. Die ook weer op zijn kop. Zo. Oh. En hier komt de deur. Dus één. En dan één. Blokstenen trap. En dan zijn we weer bij het begin. Oké, dan gooien we er overal ramen in. Krijgen we dit. En dan hier uiteraard de deur. En de deur doen we aan de binnenkant. Anders ziet het er zo raar uit. Met die blokstenen trap, zeg maar. Boven de deur. Hé, jij gaat daar weg. Zo en zo. Die daar en daar. En dan hebben we onze raampjes. Zo. Jij gaat daar weg. Daar, daar en daar. Ja. Jij gaat daar en daar. En ik geloof dat dit de laatste raam is. Ja. Dan hebben we dit helemaal zo mooi gehad. Oké, als we dit hebben gedaan, gaan we met de sparrenhouten trap beginnen in de hoek. En dan doen we om en om. Om en om, sparrenhouten trap. Krijgen we dit. En steeds beginnen in de hoek. En dan moet je precies uitkomen. En dan daartussenin doen wij sparrenhouten platen. Doen we aan de bovenkant. Doen we zo. Dan krijg je een mooi laagje. Blijf gewoon ertussenin zetten. Zo. Als we dat hebben gedaan, dan beginnen we bij de hoeken. En dan doen wij 5 omhoog. Dan krijgen we dit. Aan deze kant en doen we aan alle hoeken. Dit is 4, 5. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Aan deze kant ook weer. 5. Als we dat hebben gedaan, dan leggen wij schuin de sparrenhouten blokken neer. Zo. Dan krijgen we dit. Dat is een mooi laagje. En dan doen we aan de bovenkant doen we eigenlijk precies hetzelfde.
met alle sparrenhout. En dan is die helemaal af. En dan gaan we aan de binnenkant gaan we weer met blokstenen. Dan maken we de eerste rij er bovenop. Zo. Zo, dan krijgen we dit. En dan beginnen we hier beneden aan met het trappetje. Dan beginnen we hier bij het raam in de hoek. En dan gaan we zo mooi omhoog. Hé, hey. Jij hoort daar niet. Jij gaat daar naartoe. En dan nog eentje komt er dadelijk bovenop. En dan gaan we trappetjes op zijn kop tegen de onderkant van de trappetjes aanplaatsen. Zo. Dan krijg je zo'n mooi trappetje naar boven toe. En dan doen we hier houten platen. Dan vullen we de hele bovenverdieping mee. Zo. En zorg dat je wel nog ruimte over hebt voor om te lopen. Dat is mooi. Zo. Anders stoot je je kop elke keer. En dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk. Oh, ik haal van alles weg. Zo. En de laatste rij, jij niet. Jij gaat hier. En zo. En die maken we helemaal zo mooi af. Dan krijgen we een bodem krijgen we erin. En dan doen we hier weer aan de bovenkant in de hoeken. Doe eigenlijk hetzelfde wat we beneden hebben gedaan. En zo. Oh, en jij moet nog eentje erbij. Die heb ik net per ongeluk weggehaald. Zo. En die gaat daar. Dan krijgen we dit. En dan doen we om de 3 zetten we er 1 neer. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan krijgen we dit. Nee, doen we om de 2 doen we dat. 1, 2. 1, 2. Zo. 2, 2, 2. Ja, dan kom je precies uit. Ik zei 3, maar het is 2. Ja, en zo. Oh, dan doe ik 1. En dan hebben we dit. En dan trekken we deze ook naar boven toe. Hier wordt een huis met veel ramen erin. En dan trekken wij deze zo mooi door. Dan krijg je een mooie bovenkant. Dan krijgen we dit. En dan doen we hier weer, net als aan de onderkant, doen wij weer... het sparrenhouten trappetje doen we zo mooi op zijn kop. Zo. En dan tussen de palen, zeg maar, doen we nog één houten trappetje daartussen.
Dus op de blokstenen palen. En de laatste rij, die gaat aan deze kant. En dan krijgen we dit. En misschien raad je het al. Ja, dan gooien we de ramen er natuurlijk in. Zo. Oh, wat doe ik nou? Die gaat daar, die gaat daar. Zo. Die gaat daar, daar. En dit doe dan bij elke raam. Ik denk dat ik het beter zo kan doen. Dat het misschien sneller gaat. De verkeerde weg. Ja. Zo. Nou, aan de bovenkant. Ja, dat is mooi. Hey. Dan krijgen we daar een paaltje van glas. Halen we even weg. Top, top, top. En dan hebben we hier een heel mooi raamdecoratie. Dan pakken we de blokstenen trap en die gaan wij aan de buitenkant doen. Die doen we helemaal. En dan maken we een mooi vierkant dak van. Zo, hey, jij gaat daar weg. En dan doen we aan de bovenkant nog een laag. En dan gaan we uiteraard weer door met de next. Oh. En dan blijven we zo doorgaan. En dan maken we dadelijk nog even twee mooie ramen erin. Aan weerszijden. Dus dan krijgen we vier stuks. Dat doen we nu gelijk even. Oké, dan pakken we de sparrenhout. En doen we hier op de eerste. En dan hier. En dan aan deze kant doen we dat ook. Op de eerste paal. En dan deze paal doen we er ook heen. Dit is even om zo te markeren. Ja. En dan hier weer ook. Zo en zo. Oh, ja, gaat daar naartoe. Oké, en dan doen we waar we de hout hebben geplaatst. 1, 2, 3 hoog. Dan krijgen we dit. En dan stoppen we hier twee ramen in. 1, 2, 1 en 2. Nou, trappetjes op zijn kop. Dan hebben we dit. En dan doen we met alle ramen. Dus 3 hoog. Oh, ik haal er weer een trappetje weg. Het dakje halen we weg. Dat is ook weer niet de bedoeling. En jij gaat daar. En dan met de raampjes doen we 1, 2. 1, 2. En dan 2 sparrenhouten trappetjes op zijn kop. Zo, zo en zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sparrenhout op zijn kop. Daar en daar. Daar en daar. En dan weer met 2 raampjes er tussenin. Die en die. Dan krijgen we dit. En dan plaatsen we weer de sparrenhout trappetjes gewoon ertussen voor het dakkie. Hier had ik eentje per ongeluk weggehaald. Zo.
Zo en zo. Oké, wat we nu gaan doen is we beginnen tegen het hout aan. Dan krijgen we dit. En dan gaan we gelijk de hoek om. Kom. Ja. En dan zo. En dan doen we eigenlijk tegen alle houten raampjes aan. Ik denk dat we eerst beter alles tegen de houten ramen aan kunnen zetten. Want anders moet je die alsnog weghalen. Want anders krijg je die rare hoek. Krijg je niet zomaar wat je hier hebt. Ik zal het hier laten zien. Doen we dit en dan doen we hier een tegenaan en dan pakt hij hem denk ik niet. Of wel. Nou, ik haal die gewoon weg. Daar en daar. En zo. En dan gaan we gewoon door met het mooie dakkie. Dakkie. Zo. Jij gaat deze kant op. Plop. En dan hebben we dit ook gedaan. En dan gaan we hier weer verder. Zo en zo. Met het dakkie doen we zo mooi erbovenop. Hé. Hey. Jij gaat het wel normaal doen. En zo. Ja. Jij gaat daar, jij gaat daar, daar. Top, ja, jij bent wel goed. Oké. En dan doe ik gewoon weer zo tegen het dak aan. Die kant en die kant. Daar en daar. En dan gaan we gewoon weer verder. Met het dak. Zo. En zo. Zo. En dan maken we nog het dak helemaal af. Uiteraard. Met gewone trappetjes. En dan als laatste doen wij bloksteen plaat erbovenop en dan een of een halve eroverheen, zeg maar. Oké, als we dat hebben gedaan, dan pakken we hier sparrenhouten trappetjes. Dan doen we 1, 2, 1, 2, daar en daar 1. En die verwerken we dan in het dak. Krijgen we dit. Zo. Nou, hier doen we een mooi blok. En hier uiteraard doen we er 2. Die trekken we dan helemaal door. 1, 2. Deze zetten we er mooi tegenaan. Dan krijg je hier zo'n mooie hoek. En aan deze kant ook. Hey, kom. 1, 2. Ja, die kunnen we. Kijk hoor. Die gaat zo. En aan deze kant uiteraard ook weer. En zo. En aan deze kant is al gedaan. Dan krijgen we dit. En dat doen we eigenlijk bij alle kanten gewoon zo. Niet moeilijk doen. Gewoon lekker makkelijk. Oh, lekker makkelijk. Zo. Pop.
Kom. Ja. Ja. Oh, we halen die weg. Nou, kom. Zo en zo. Lekker muziekje, hè? Zo. Lekker Minecraft muziekje. Altijd leuk, altijd leuk. Hier gaan we zo. En zo. En zo. Zo, zo, zo. Die trekken we ook gewoon helemaal mooi door. Naar deze kant toe. En die doen we zo. Zo. Hoppa. Krijgen we dit. Oh, ben jouw ver ik even vergeten. Nou, hou ik gewoon de verkeerde weg. Pot voor drie dubbeltjes. Ja. Jij gaat daar. En nog één. Wauw. Nou, het zijn aardig wat. Daar. En daar. Zo. En dan volgens mij hier, ja, hier ook nog. En dit is als het goed is de laatste. Althans, ik denk dat dit de laatste is. Nou, even checken. Ja. 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 Oké. Hey, dit was niet de laatste. Tito. Dan haal ik weer die verkeerde weg, hè. Oh. Zo. Ja, dit was hem wel. Oké, dan gaan we met blokstenen trappetjes. Doen wij zo. Mooi er tegenaan. Die en die. En dan nog twee op zijn kop. Dan krijgen we dit. En dat doen we uiteraard bij alle vier de ramen. Ik wou zeggen daken. Ja, het zijn ook een soort van daken natuurlijk. En zo. En dan één op zijn kop. Op zijn koppie. Ja la 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 la. En die gaat daar. En die daar. Daar. Zo. Zo. En zo. Hey, kom, kom. Goed zo. En dan weer die twee op zijn kop. Oké, als we dat hebben gedaan, krijgen we dit uiteraard. Dan pakken we de eikenhouten hekjes erbij. Of een ander soort hekje. Dat maakt helemaal niks uit. Doen we bij de ramen. Doen we even zo. Dan krijg je dat mooie hekje. Daartussen. En deze kant ook weer. Zo, zo en zo. Volgens mij hadden we nu alles gehad. Ja. En dan gaan we aan deze kant. Doen wij de trapjes. Zo. Mooi er tegenaan. Daar en daar. Ja, dat is echt waar. En dan gaan we naar beneden. En zetten twee trappetjes zo op zijn kop. Daar tegenaan. Daar en daar. Oh. Nou, op z'n kop. Hip hop, go op z'n kop. Ga op z'n kop. Oh yeah. Ja en ja. En dan kunnen we misschien wel eentje zo doen. Is wel leuk. Ja, dat is geweldig. Geweldig. Ik zei op z'n kop natuurlijk. Anders heb je dat hele effect niet. Dan kan je net zo gewoon een blok er tegenaan zetten. De. Maar dat doen we uiteraard niet. Zo. Zo. Sowieso. Ja. Op z'n. Ik zeg op z'n kop, jongen. Jongeman, gaat het op z'n kop? Zo. Zo.
Nou, dat wordt een aardig mooi huisje, of niet? Hé? Dat dacht ik ook al. Hé, wat heb ik hier niet? Oh, ik heb... ben daar één blok vergeten. Waarom ben ik daar weer één blok vergeten? Sparrenhout, sparrenhout, sparrenhout. Daar en daar, toch? Ja. Of ik heb hem net per ongeluk weggehaald, dat zou ook nog kunnen. Maar, volgens mij was ik niks vergeten daar zo. Raar. Weird. Die gaat daar, daar, daar. En dan is dit ook gedaan. En dan gaan we met spanhouten planken aan de onderkant. En zo. En als allerlaatste de sparrenhouten trappetjes. Die zetten we zo mooi er tegenaan. Tegen de palen. Hé, hey, kom. Goed zo. En uiteraard maken we hier het mooie gangpad voor de deur. Oh. Zo. Dan met stenen platen. Steenplaat, stenen platen, steenplaat, whatever. 1, 2, 1, 2. Hey. Ja. Zo. En doe aan de andere kant doe dat precies hetzelfde. Daar, daar. Jij gaat er weg. En dan is die helemaal af. Vond je dit nou een hele leuke video? Geef dan uiteraard weer de duimpjes omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan. Ik zou zeggen, de mazzel.